Vandaag in de Sepsportkantine staan de koningsspelen centraal. Ron en Britt hebben een exclusief interview met de koning en de koningin. Ja, allemaal knap. Ze komen eraan. Ja, goed. Zorg de kaartjes. Niet houden. En Theo en Nienke ontdekken allemaal verschillende sporten. Ja, maar dit is daar te simpel hoor. Zij heeft hulp nodig. Het is vandaag zover. De koningsspelen zijn begonnen. Ja, ik heb er zo zin in. Ja, maar we gaan ook nog iets heel erg vets doen. Het thema is ontdek, dus we gaan allemaal nieuwe sporten ontdekken samen. Dat ook, maar we gaan nog iets veel spannenders doen. Ah, ik weet het al. We gaan kinderen voor kinderen ontmoeten. Dat ook, maar we gaan nog iets veel gavers doen. Nou, ik geef het op. Wat is het? Wij interviewen de koning en de koningin vandaag. Wat? Wij mogen de koning en de koningin interviewen. Wij? Wij? Jij en ik? Jij zou toch alle vragen voorbereiden? Ik? Vragen? Ja, jij zou de vragen regelen. Je gaat me toch niet vertellen dat... Tuurlijk. Oh, gelukkig. Ben ik weken mee bezig geweest. Ik heb heel goed mijn best gedaan. Even kijken. Deze zijn voor jou. En deze zijn dan voor mij. Goed. Deze zijn leeg. Hè? Ron! Oh, dat is jammer. Nou, ik heb helemaal heel veel teksten. Nou, dan doe ik het interview wel alleen. Ron! Dat vind ik echt niet aardig. Tuurlijk doe ik dat niet. Kijk eens, die zijn voor jou. Gelukkig. En deze zijn voor mij. Oh ja, goede vragen. Zal ik beginnen? Kom. De bedoeling Zullen is we erheen gaan? Even kijken. Donderje. Die bal op mijn... Deed jij dat? Echt? Die bal. Over. Wat? Ik kreeg die bal van mijn kanus. Nee. Wacht eens even, dit is van de koningsspelen. Oh, de koning gooit hem tegen Maarsis. Nou, natuurlijk. Ik zing nooit met dit bij Helders. Hey, kijk, de bal is van de koningsspelen. Dat is die superleuke dag waarop je allemaal nieuwe sporten kan ontdekken. Oh, nou, hartstikke leuk allemaal. Maar ik moet naar huis. Ik ben een beetje moe. Nee, Theo. Ja. Wij moeten meedoen. Kom mee. Aan de koningsspelen. Dan kunnen we allemaal nieuwe sporten ontdekken. Ja, heel leuk. Maar daar heb ik even geen tijd voor. Ik moet even ontdekken hoe zacht mijn bedje ligt. Maar, nieuwe sporten leren, dat is superleuk. Hoor. Hoor je? Theo! Dat is mijn bed. Die roept mij. Ik moet echt gaan liggen, want ik moet vanmiddag nog vel 3 maaien. Weet je wat? Nou. Als jij vandaag met mij meegaat om nieuwe sporten te ontdekken, dan ga ik vel 3 maaien. Vel 3 maaien. Vel 3 maaien. En de lijnen trekken. En de lijnen trekken. En de cornervlaggen strijken. En de cornervlaggen strijken. En mijn auto wassen. Theo, nu ga je te ver. Ja, maar ik denk probeer het. Ik weet het maar nooit, hè. Ga je nou mee of niet? Oké, ik ga wel mee. Ja! Oh, nou, hoef je niet raak zo klef te doen. Zin in? Als het maar niet al te wild is allemaal, want ik ben nog steeds heel erg moe. Nee, dat komt helemaal goed. Ik ben Jip. Ik ben 11 jaar. En ik hou heel erg van trampoline springen. Kijk deze knap? Oh, dat is wel knap, ja. Wow, hey! Hey! Hallo! Hey, ik ben Nienke. Ik ben Jip. Theo. Ja. Jip. Ik heb gehoord dat jouw bijnaam Jip Flip is. Zeker. Die heb ik van mijn trainers gekregen, omdat ik heel veel salto's maak. Oh, Flip. Salto. Ik heb trouwens ook een bijnaam. Ze noemen mij wel eens Theo Broekhoest. Ja, gadver, Theo. Zal ik je even laten horen en ruiken waarom ik... Nee, gadverdamme. Doe dat maar niet. En wij zijn hier om een nieuwe sport te leren. Wat moeten we doen? Eerst moeten jullie de schoenen uittrekken. Zo. 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 Hoppakee. Gadverdamme. Wat ruik ik? Theo, heb je nou toch een broekhoes gelaten? Gadver. Nee, ik denk dat je mijn sokken ruikt, hoor. Toch lekker? Nou, het ruikt naar een volle babyluier met beschimmelde kaas eroverheen. Ja, precies. Dus je vindt het toch lekker, ja. Jip, vertel, wat gaan we doen? Zal ik hem voordoen? Ja, heel goed. Oké. Rug. Staan. Hurk. Zit. Halverdrijf staan. Oh, wat knap, zeg. Nou, ga je gang.
We doen het samen, toch? Nou, nee. Dit moet eentje. Eentje. Zijn er nog meer trampolines? Daar staat er nog eentje. Ga ik daar even kijken. Even lesgeven, zij is niet altijd goed. Dus... Ja, waar gaan we beginnen? Je springt een beetje en dan doe je naar je rug en dan weer staan. Zoiets? Ja, en dan nog naar je voeten. Ja. Oh, dus, eigenlijk best lekker zacht. Oh, dat lukte! Dat was hem. Yes! Oké, de eerste heb ik. Ja. Laat me niet hangen. Oh. Ja, dankjewel. En dan de hurksprong. Ja, dat was hem. En dan zitten. Ja. En dan een halve draai. Oh, vanuit de zit ga je niet draaien? Ja. Ja, dat was hem al bijna. Even kijken, wat ging er nu mis? Je kan iets minder met je benen trappelen. Je bent wel een strenge leraar, Jip. Ja, anders leer je het niet. Nee, dat is ook zo. Oh. Even uitrusten, hoor. Hey, maar Jip, wat is nou jouw vetste truc op zo'n trampoline? Dat is een dubbele salto voorover met een halve draai. Dubbele salto voorover met een halve draai. Wow. Wat knap, zeg, Jip Flip. Ik zat al dat ze jou zo noemen, Jip Flip. Ja. Denk je dat ik hem nog een keer helemaal kan? En dan ik in denk één keer? Kijk, kom op. Ja. Rug. Staan. Hurk. Dit. Half draai staan. En dat was hem. Was dat hem? Ja! Zo. Ik voel mijn benen gewoon helemaal zo. Maar echt heel vet. Hé, hoe zou het met Theo gaan? Jongen. Zit je nou toch een stukje te doen? Nee, ik was even kijken naar die stuksels hier. Nee, maar dat is... dik in orde. Nee, dat zal best. Hé, ik kan hem. Het is gelukt. Ja, wat we hebben geleerd, kan jij ja, nee, nou, ja, natuurlijk. Is gelukt, laat zien dan. Ja, nou, liever niet, want ik spaar mijn krachten liever voor de volgende sport. We moeten weer door, nou, jammer. Jip, dankjewel. Ja. Kom je, Theo? Dan, Jip. Doei. Yes, even kijken, ja. Vergeet niet de laarzen aan te doen. Schrik jij nog gauw weer die laarzen aan? Ja, maar laarzen, jammer niet. Het wordt een lucht. Ja. Ik ben Fancy. Ik ben Jaya. Ik ben Destiny. Ik ben Kimani. Nou, ga weer. Nee, niet Theo. Kijk dan. Uh-oh. Ja, ga jij ook in, hè? Ja, maar dit is met te veel allemaal. Deze soort dans die jullie doen? Afrodans. Afrodans, wat leuk. Is er ook een trosdans? Tros? Afrotrosdans. Nou, wij zouden het heel graag willen leren. Kunnen jullie ons iets leren? Ja hoor. Deze. Oh ja. Oh. Ik zei je meedoen, hè? Ik ben even bezig. En dan een paar keer kick. Kick. Linkerarm vooral naar je been. Ja. Zo? Ja. Heb jij hem ook, Theo? Ik heb hem ook. Ja? Tee. Oh ja. Goed, klaar. Nou, bedankt allemaal. Ik vond het leuk. Theo, we zijn nog niet klaar. Oh. Teen, heel, heel. 5, 6, 7, 8. Je armen strak. 1, 2, 3. En dan doe je zo. En dan spring op je linkerbeen. Het wordt wel een stuk moeilijker, volgens mij. Ja. Jeetje meiden, weet je wat mij nou vet lijkt? Als we nu een soort van helemaal voor het echie doen als een soort van videoclip.
vond het echt heel vet om acrodans te leren, zeg. En Theo vast... Oh. Oh. Zit je nou te slapen? Nee, slapen, hoe kom je daar nou bij? Nee, ik was even te kijken voor die toningen, voor die laminaat, voor deze dansvloer. Nee, dat ziet er goed uit, hoor. Nou, meiden, onwijs bedankt voor het leren van Afrodans. Dan gaan wij weer door naar het volgende. De volgende? Hallo, ik ben Wart, ik ben 30 jaar en ik zit op Survival Run. Oh, kijk, daar is hij. Oh ja. Wow. Ik vind het knap. Ik wil jou in die touw zien hangen. Ja. Wow. Hey, Wart. Hi. Ik ben Theo, hoi. Hey. Nienke, hoi. Hey, leg eens uit, wat is het nou voor sport Survival Run? Ja, het is eigenlijk een combinatie tussen hardlopen en klimmen. Dus dan heb je een hindernis en dan weer een paar honderd meter lopen. En dan ga je ook vaak over onvaart tijdens modder en sloten en bossen en dat soort dingen. Oh, wat is nou de bedoeling met zo'n onderdeel? Het is eigenlijk tot vloer slaven, dus je moet zo snel mogelijk van de ene kant naar de andere komen zonder de grond aan te raken. Wow, maar dat lijkt me best wel moeilijk. Wat ga je ons leren? Ons? Ja. De apenhang. De apenhang? Ja. Oh, cool. Ja. Kijk, Theonieke, dit is de aanvang. Oh. Dus je gaat met hem één been erin op je knieholte. Ja. En dan pak je met de hand zo door. En dan zet je hand verder en doe je been eigenlijk tussen die andere knieholte en je hand. Ja. En dan ga je zo door. Oh, precies. Ah ja, ja. Nou, welk touw pak jij, Theo? Nee, wacht even. Waarom? Ik had eerder gedacht aan deze knieholte. Dat is jouw lieve linkse knieholte. Ja. Ja. Oh, God. Ja. Ja? Ja? Oh, je gaat goed, Theo! Ja, maar dit is daar te simpel, hoor. Dit gaat goed? Misschien is het handig als je haar even vertelt hoe het moet. Zij heeft hulp nodig. Nou, ga ik het daar nog even kijken of de touw ook goed is? Want ik vind het vrij slap hangen. Ik ben zo terug. Oké, kijken. We komen je zo maar opzoeken. Ja, kom maar zo maar even ophalen. En dan? Je arm eerst verder. En dan je volgende been plaatsen. Wacht, waar moet mijn been nou? Hier zo tussen je hand en je andere been. Hier? Ja, en dan je andere hand weer. Zo? Ja. Zoiets? Ja, het zag er op zich wel goed uit. Alleen, wat belangrijk is dat je nog eigenlijk verder reikt met je arm. Ja. Dus dat je meer ruimte hebt om je been te plaatsen. Pak en pak. Je doet eigenlijk een beetje die armen en die benen tegelijkertijd, of niet? Ja. Ja, ga goed. Probeer nog net iets verder te reiken met die armen. Ja, zo is goed. Dat was al wel beter. Hij ging wat sneller, hè? Ik vind hem mooi. Hoe vind jij hem? Mooi, ja. Woe. Ik vind dit wel een vette sport, hoor, dat survival run. Weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Of het met Theo nou is gelukt? Ja, ik weet niet. Oh, kijk nou, daar hangt hij. Ja, hij doet me een beetje denken aan een luiaard. Ja, inderdaad. Theo doet niet de apenhang, maar de luiaardhang. Nou, weet je wat? We laten hem gewoon hier hangen. Hé, Bart, heb je eigenlijk nog wat te doen vanmiddag? Nee. Hoe goed ben jij met grasmaaien of lijnen trekken? Hoezo? Ja, ik heb dus een bepaald iemand wat beloofd. Ze zijn daar en ze komen zo via die route hierheen. Super spannend. Ze gaan natuurlijk eerst bij al die kinderen kijken. Ja. Oké, we testen even de microfoons. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Tuk, tuk, tuk. Bruine boterham met bubbelgum. Zit je pissen. 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 Ik gooi gewoon koos, belangrijk. Oh, oh. Tuk, 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 tuk. Ga staan. Ja. Hoe zie ik eruit? Zoals altijd eigenlijk. Ja. Mooi dus. Ja, allemaal. Ze komen eraan. Oké, we gaan op de goede. Ja, goed. Zorg de kaartjes, ik heb de kaartjes. Niet houden. Ja, als u om me heen kijkt, zult u wel ongelooflijk trots zijn, denk ik, toch? Nou, met name waar ik heel trots op ben, is dat al die kinderen, 1,3 miljoen kinderen in het Koninkrijk der Nederlanden, dus in Nederland, het Caribisch gedeelte van Nederland,
meer dan 6000 scholen deelnemen. Maar ook zoveel ouders en zoveel leerkrachten hierbij betrokken zijn. En een hele mooie dag van maken. Zeker. Het thema is ontdek. U bent zelf ook heel sportief. U schaatst, tenst, hardlopen. Maar wanneer heeft u nou een sport ontdekt? Dat gaat geleidelijk. Op een gegeven moment krijg je de kans, om word je uitgenodigd om ergens aan mee te doen. En dan vind je het leuk. En dan ga je daarop verder mee of niet. Ja, soms moet je ook ontdekken dat je lichaam wat ouder wordt. En dat je sommige sporten achter je laat en de nieuwe sporten gaat doen. Zo ben ik. Ja, dat is nou eenmaal zo. Nou, ik deed heel veel aan sport. En daar ben ik heel dankbaar. Wat mijn man zegt, ik heb altijd de kans gekregen om echt heel veel verschillende soorten sport gewoon kunnen oefenen. Van hockey, voetballen, atletiek, echt zwemmen, echt skiën. Dus die looks en die kans heb ik gekregen. Het boksen, echt skelen. Of we hebben het pijl en boog echt gezien, mijn man heel goed doen. Pijl en boog? Nou ja, net mocht ik even een ballonnetje schieten hier. En dat heb je heel goed gedaan. Sport is enerzijds is natuurlijk om gezond te blijven. Anderzijds is het ook leuk. Sport moet je gewoon om met elkaar bezig te zijn. Teamsport en elkaar ook door te helpen op moeilijke momenten. Iedereen zit er wel een keer doorheen, dan heb je iemand anders weer nodig die je optrekt en meegaat. En dat samenwerken, samen spelen, zo belangrijk. En dat kan je in sport. Precies. En dit jaar hebben we ook weer een Koningsspelenlied. Dammedidammeda. En het Koningsspelenlied kunnen kinderen ook luisteren tijdens het sporten. Luistert u ook muziek tijdens het sporten? Ja, tuurlijk. Wie niet? Allemaal, denk ik. Hè? En wat voor muziek? Van alles. Maar met name zeker muziek die jou een beetje oppeppert. Hè? Dus zeker als je moet echt hoog presteren. Wat ik vind ongelooflijk van Kinderen voor Kinderen. Dat ze elke keer presteren. Echt elk jaar weer een nieuw liedje, nieuwe echte kostuum, een nieuwe echt dansje waar alle kinderen opeens in 2 weken allemaal weten. U bent koning van een zeer sportief land. Ja. Hè? En we gaan straks weer de Olympische Spelen doen, het EK voetbal is er. Waarom denkt u dat de Nederlanders zo sportief zijn eigenlijk? Dat begint op school, dat begint met dagen zoals dit als de Koningsspelen, maar dat begint ook op de clubs. Om in de top van die piramide sterk te zijn, moet je een hele brede basis hebben. En daarom is het belang van breedte sport net zo belangrijk als topsport. En naast sporten en bewegen draait de Koningsspelen ook om gezond eten. Wat is uw lievelingsgezonde ontbijtje? Oh jee, we hadden net met de kinderen over een eetje. Want dat is ook eiwit. Hè? Oh. En hoe belangrijk eiwit is voor je hersenontwikkeling en voor je spierenontwikkeling om echt heel sterk te zijn. Dus ik denk dat een eetje is een hele goede basis. Ik vind het een goede tip. Heel goed. Dank u wel voor het interview. Ja. Heel erg bedankt. Heel veel dank dat ook Sepsport ook de Koningsspelen op deze manier blijft ondersteunen. En laat zien het belang van sport voor iedereen in Nederland. Nou, tot volgend jaar. En dank je wel. Tot volgend jaar. Alvast van harte gefeliciteerd morgen. Dank je wel. Dank. Nou, dat weten we dan ook weer. Zie je hoe belangrijk Sepsport eigenlijk is. Nou gaan we even sporten. Kom, gaan wij zelf even sporten. En gezond ontbijten!